Mooi even, Expeditie Gum. Het is een hele mooie dag geweest. Leuke dingen gedaan en ja, het werd kouder en kouder. Hè? Dus hier was plaatselijke nachtvorst. IJs, oh, zo dol op, hè? Vooral dat kunstrijden. Pirouetje doen? Zo, nou jij weer. Dit was nieuws, maar we hebben nog meer hoor. Wij hoorden van nachtvorst. Hier, heel specifiek, juist op dit plekje. Maar even kijken. Ligt ook al ijs. Dolop ijs. Ja. Van die spikkeltjes erop, weet je wel, die nootjes. Ja. Jij bent een kunstreistertje. Nee. Nee? Nee. Oh, wat ga je dan doen? Kijken. Ik kan wel begeleiden. Oh, want u bent een kunstreister. Nee, ik ben een... Ooit geweest? Geweest. Ja, want anders ga je niet begeleiden. Nee. Oh, waar kom je vandaan? Oorspronkelijk uit Rusland, uit Sint-Petersburg. Precies, dat hoor ik. En daar heb je de beste kunstrijdsters. Had je altijd. Klopt. Ja, toch? Ja, nog steeds. Kun je mij ook leren? Ik weet niet of dat kan, want de wedstrijd gaat beginnen. Oh, nou, dan doe ik toch mee? Ja, is goed. Er moet ook een winnaar zijn, tenslotte. Ja. Ja. Rob, ja. Hier kan je modelletjes uitzoeken. U heeft kunstrijds gehad. Mag ik eens zien? Ja, natuurlijk. Zijn die van uw dochter? Of gaat u zelf? Nee, die zijn van mijn dochter. Mooi, hè? Is het ook wat voor mannen, kunstrijden? Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ik heb er wel een lichaam voor, hè? Ja, absoluut. Volgens mij ben je heel sierlijk op het ijs. Nou, dat is voor het eerst, hoor. Ik wil graag kunstrijdschaatsen. Nou, dat... Heb je die? Wil je schaatsen of wil je ze kopen of huren? Is maar even een probeersetje voor Rob. Maat 44. Kleine voetjes, hè? Dit zijn ze. Mooi. Is mooi, toch? Prachtig. Gaat wel lukken, denk ik. Ja, hè? Misschien ga je wel winnen. Ben u van de wedstrijd? Wij zijn van de wedstrijd. Ik schijn heel goed te zijn. Ik kwam net mijn vrouw tegen in de winkel. En die zei, ja, nou, zet u maar. Kunt u ook pirouetjes? Ik kan alles. Op het ijs? Ja, nou ja. Als je talent hebt, moet dat kunnen, toch? Dat moet kunnen. Wij gaan zo even met de jury overleggen of jullie zo even het ijs op kunnen. Okay. Zo, klaar voor? Een beetje, ik denk het. Ja? Lang voor getraind? Nee, echt. Nee, dat niet. Langer wel. Oh, dat zijn jullie. Volbloed B. Dit is de Volbloed B-categorie. Die mag nu inrijden. Rare namen toch, hè? Mag niet. Nee, helaas. Ze zijn bang voor kwaliteit. Ze zijn bang dat het ijs erg aangeslagen raakt. Ja, jammer nou, voor de kijkers. Ja, jammer hè, voor de kijkers. Nee, maar je gaat dus nu wel even op de ijs. Maar even... Ja, dan ik ga eventjes hier op, kan wel zeggen dat ik zie het lichaam heb en talent. Nou, wij zijn ook wel nieuwsgierig erop. Dat snap ik wel. Kom maar. Nou, een beetje los. Even een... Handjes van de rand af, hè? God, zo, en door.